Goedenavond. Het kabinet Kok heeft de wind mee. Geen 350.000, maar maximaal 450.000 banen erbij in deze kabinetsperiode. Het gaat paars zo goed dat er geld is voor lastenverlichting en praktisch iedereen behoudt zijn koopkracht. Maar toch dreigt er nu al een conflict tussen de regeringsfracties van Partij van de Arbeid en VVD over hoe nieuwe meevallers in de toekomst besteed worden. Maar dat neemt niet weg dat de troonrede optimistischer van toon was dan afgelopen jaren. Voor het eerst in tientallen jaren daalt het aantal mensen beneden de 65 jaar dat afhankelijk is van een uitkering. Hierdoor ontstaat financiële ruimte voor de noodzakelijke lastenverlichting, vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Zo wordt het voor werkgevers aantrekkelijker mensen met weinig opleiding of werkervaring in dienst te nemen. Het gaat dus goed met Nederland en met het kabinet. In Den Haag zit politiek redacteur Job Friso. Job, heeft dat kabinet dat nu aan het eigen beleid te danken dat het zo goed boert? Of ligt het alleen aan de economische groei? Ja, het zit het kabinet inderdaad allemaal wel mee. Zoveel is vandaag wel duidelijk geworden. Die economische groei die helpt in ieder geval een flink handje mee, want daardoor hoeft er bijvoorbeeld niet extra bezuinigd te worden. Maar het zou niet eerlijk zijn te zeggen dat het succes alleen maar door die economie komt, want het kabinet neemt wel degelijk maatregelen om die groei vast te houden en om te zetten in werk. Het was voor koningin Beatrix de 16e troonrede. En waarschijnlijk is het de meest positieve tot nu toe. Het gaat goed met Nederland, maar het kan natuurlijk altijd beter. De werkloosheid blijft nog altijd het grootste probleem. De regering is bezorgd over de mensen die in Nederland geen werk hebben en langs de kant staan. De regering doet een beroep op burgers, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk de sociale uitsluiting en stille armoede in onze samenleving eensgezind en met kracht aan te pakken. De noodzakelijke cohesie staat immers op het spel indien grote aantallen mensen zich buitengesloten voelen. In de troonrede lichtte de koningin toe hoe de BV Nederland ervoor staat. Er gaat veel goed in Nederland. Wat we met z'n allen verdienen is meer dan verwacht. Dat betekent economische groei, dit en ook het volgend jaar. Daardoor komen er veel nieuwe banen bij. Volgend jaar zo'n 100.000. En het kabinet is minder geld kwijt aan uitkeringen, want dat aantal daalt voor het eerst in jaren. Maar niet alles gaat even goed. De staatsschuld blijft hoog. Dat kost volgend jaar 30 miljard gulden, alleen al aan rente. Er komen veel nieuwe banen bij, maar het is door de forse groei van de beroepsbevolking nog steeds veel te weinig om de werkloosheid fors te verminderen. De investeringen blijven, zeker in vergelijking met andere landen, aan de lage kant. Het kabinet is tevreden over zichzelf. De ministers hebben geen pijnlijke beslissingen hoeven te nemen. Het betekent niet dat het kabinet achterover kan leunen, vindt premier Kok. Op het moment dat ik mijn zegeningen tel, ben ik tegelijkertijd ongeduldig met het oog op het vervolg. We staan op scherp als het gaat om het verder verbeteren van de kwaliteit van het beleid. Want we zijn er nog lang niet. De internationale concurrentie staat niet stil. Je weet niet of de conjunctuur goed blijft gaan. En de werkloosheid is nog veel te hoog en ook het karwei van de overheidsfinanciën moet verder worden voltooid. Het motto van het kabinet is en blijft meer mensen aan het werk. Daarom is er in de miljoenennota, die minister Zalm van Financiën vanmiddag presenteerde, veel geld uitgetrokken voor lastenverlichting. Het meeste geld aan lastenverlichting gaat naar het bedrijfsleven, 3,5 miljard gulden. Veel geld gaat naar bedrijven om eenvoudig werk goedkoper te maken. En het aannemen van langdurig werklozen wordt aantrekkelijker. Voor de burgers is er 500 miljoen gulden beschikbaar. Wie werkt, krijgt een belastingvoordeel. De koopkracht is op het Binnenhof altijd een gevoelig onderwerp. Voor het komend jaar belooft de regering dat vrijwel iedereen meedeelt in de welvaart. Veel maatregelen en plannen dus met die grote economie. Maar het kabinet neemt ook allerlei besluiten die meteen ingrijpen in het directe leven van alle dag en van iedereen. In de periode tot het jaar 2000 krijgt het openbaar vervoer 1 miljard extra. De prijzen van de kaartjes voor bus en trein zullen weinig stijgen.
De belasting op benzine en diesel wordt met hetzelfde bedrag verhoogd als de gemiddelde prijsstijging. De verwachting is dat die volgend jaar 1,75% zal zijn. En een bromfietscertificaat voor 16-jarigen. Vanaf juni volgend jaar moeten deze jongeren eerst een theorie-examen halen voor ze brommer mogen rijden. Het kabinet gaat een wet maken om het geweld in computerspelletjes, films en videobanden aan te pakken. En op 1 januari komt er een prijsmaatregel voor medicijnen. Medicijnen moeten dan ongeveer 20% goedkoper worden. En er wordt bezuinigd op de kosten voor fysiotherapie. 9 behandelingen worden vergoed op voorschrift van de huisarts. En daarna nog eventueel 9 keer oefentherapie. Deze maatregel geldt niet voor chronisch zieken. Er komt ook een energieheffing voor kleinverbruikers. Het gaat om huishoudens en kleine bedrijven. Het kabinetsbeleid gaat niet alleen over financiële zaken, maar ook over bijvoorbeeld de criminaliteit. Er komen 1000 extra cellen bij. De misdaad stijgt overigens niet sterk, maar wat wel opvalt is dat het geweld toeneemt. En vooral dat het vaker jongeren zijn die er zich schuldig aan maken. Den Haag regeert, maar dat wil niet zeggen dat de doelgroep daarop zit te wachten. Het maakt ze allemaal weinig uit. Politiek? Het zal jongeren een zorg wezen. Ik weet er helemaal niks van, als ik heel eerlijk moet zijn. Ik hou me daar niet mee bezig. Hou ik me eerlijk gezegd niet zo mee bezig? Ja, ik bemoei me er niet zoveel mee. Politieke shit. Allemaal naadneken, gewoon een hoop gelul en geen waarkomen. Maar die politiek is wel geïnteresseerd in de jongeren. 20.000 van hen maken zich met regelmaat schuldig aan inbraken, berovingen, mishandelingen. De criminaliteit onder de jeugdigen wordt bovendien harder. Je merkt dat ze ernstiger delicten plegen. Daar beginnen ze ook al mee in vergelijking met vroeger. Ze worden steeds jonger. Eerst begeleid ik toch voornamelijk jongeren van 16, 17 jaar, waar ze nu al op 15, 14, soms zelfs 13 jaar zijn. En de jongeren die met de politie in contact komen, zijn vaak wat gehard. Den Haag maakt er dan ook geld voor vrij komend jaar. 170 extra plaatsen in jeugdinrichtingen moeten er komen. Meer politierechters, de jeugdreclassering wordt versterkt. De veiligheid in en om scholen verdient aandacht. Daar moet je toch wel wat in investeren. En dat niet alleen in politie en justitie, maar juist veel eerder. Juist op scholen, in opvoeding, in hulpverlening. Voordat het inderdaad tot crimineel gedrag komt. Jeugdcriminaliteit zal een thema blijven de komende jaren. En de politiek roept daarvoor iedereen te hulp. Ook bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven moet zich goed realiseren dat het heel belangrijk is dat zij ook kansarmen, om ze maar even zo aan te duiden, aan een baan helpen. En dat alles om te voorkomen dat er een nieuwe generatie criminelen ontstaat. Prinsjesdag is natuurlijk ook een dag van rituelen. De rijtour van de koningin en haar familie is een prominent onderdeel daarvan. 25.000 mensen maakten hem mee. Veel meer dan vorig jaar toen het regende. Het gaat beter met Nederland en ook met het weer op Prinsjesdag. Prinsjesdag. Waar de naam vandaan komt weet niemand precies. Maar zover als het geheugen kan reiken, zo lang is het al een Oranjefeest. Waarbij de aanhankelijkheid aan het Huis van Oranje uitbundig wordt getoond. Ook vandaag weer. De meesten die in de lange erehaag staan, kunnen zonder schroom veteranen genoemd worden. Van heinde en verre komen ze sinds jaar en dag. En ook vanochtend gingen ze weer vroeg op pad om die enig juiste plek te bemachtigen. Ik ga je altijd een beetje bedijs van huis af. Ik denk dat ik altijd een goede plaats. En hij is niet de enige. En is dit nou de beste plek? Ja. Ja, we zijn dus al. Eerst stonden we bij het paleis. En toen hier en toen weer bij het paleis. Maar we zijn toch weer hier gegaan. Even wat meer reuring. Het gebeurt op het moment dat deze twee een lastige klus moeten klaren: het ontwarren van een in de knoop geraakte vitale telefoonverbinding. Ze krijgen het net op tijd een beetje voor elkaar. De residentie is op zo'n dag niet alleen een trekpleister voor Oranje-veteranen, maar ook voor zakenlieden. Op enige afstand volgt oud-CDA-voorman Brinkman de troonrede. Hij is een van de aanwezigen op een exclusieve bijeenkomst van zakenmensen langs de route. Maar ook zij spoeden zich naar buiten om een glimp van de koningin op te vangen als ze weer voorbij komt. Prinses Juliana kijkt ontspannen toe, samen met prinses Christina.
De ingreep bij prins Bernhard voor een pacemaker vandaag is geslaagd. De Oranje-veteranen kijken altijd uit naar de finale. En die is als koningin Beatrix, de prinsen en de prinses op het bordes verschijnen van het Paleis Noordeinde. Het is weer een prinsjesdag als vanouds. Het is natuurlijk niet makkelijk om oppositie te voeren tegen een kabinet dat zo succesvol lijkt. Bij het CDA, dat sinds het Paarse kabinet voor het eerst sinds mensenheugenis niet regeert, wordt er vooral op gewezen dat CDA-premier Lubbers het was die aan de basis stond van dit Paarse succes. CDA-leider Heerma vindt dat premier Kok de wind mee heeft. Het kabinet kan vrij soepel regeren. Conjunctureel economisch de wind flink in de zeilen. En profiteert van, plukt de vruchten van structureel ingezet beleid van de vorige kabinetten, in het bijzonder kabinet Lubbers 3. De kleinere oppositiepartij GroenLinks vindt dat Paars vooral een VVD-stempel draagt. Paars is een optelsom van blauw, groen en rood. Nou, het rode, het sociale gehalte vind ik echt onder de maat. Als je ziet, wederom inkomensverschillen, armoede constateren, maar er niks aan doen. Milieu delft het onderspit in die traditionele economische groeiopvatting. Ja, en wat er dan overblijft is blauw. Dat is inderdaad het liberalisme. De VVD heeft een geweldige stempel op dit kabinetsbeleid kunnen drukken. En het is een lollige ploeg. Veel jou leidt, maar een liberaal beleid. De regeringspartijen, VVD, PvdA en D66, hoe kan het ook anders, natuurlijk tevreden met de grote lijnen van de Paarse plannen voor volgend jaar. Maar toch zijn er kritische opmerkingen te noteren. Iedere coalitiepartner probeert zich wel te onderscheiden van de ander. Zo vindt D66 dat er onder deze gunstige omstandigheden zeker een debat moet komen over de toekomst van de sociale zekerheid. Ik roep het kabinet op om datgene te doen wat in het regeerakkoord is afgesproken. Namelijk om naast de veranderingen in de sociale zekerheid die recentelijk zijn doorgevoerd, die hebben geleid tot een zekere financiële lucht in de sociale zekerheid, om nu een start te maken met het denken over en het definiëren van de contouren van een sociaal zekerheidsstelsel dat toekomstvast is. En de andere twee, VVD en Partij van de Arbeid, maken nu al ruzie over de jaren na 1996. De Partij van de Arbeid vindt dat er voldoende aanleiding is om de uitkeringen ook in de rest van de kabinetsperiode mee te laten stijgen met de lonen in het bedrijfsleven. De Partij van de Arbeid wil dus ook in 1997 en 1998 wel een volledige koppeling van lonen en uitkeringen. Doordat het aantal mensen met een uitkering terugloopt, kunnen we ook na het volgend jaar waarschijnlijk koppelen. Maar er is wel reden als je kijkt naar een moderne samenleving, waarin mannen en vrouwen werken, waarin zorgtaken eerlijk worden verdeeld, waarin steeds meer mensen ouder worden, dan is er alle reden om principieel te kijken, hebben we een houdbaar sociaal zekerheidsstelsel voor de lange termijn? Dat debat is van belang, niet om te bezuinigen, maar om een modern sociaal zekerheidsstelsel te krijgen. En de VVD wilde de komende jaren juist geen volledige koppeling. Er is een afspraak over gemaakt. En die afspraak komt erop neer dat van de jaren 96, 97 en 98 er een halve koppeling is gemiddeld genomen. Ik houd mijzelf aan die afspraak en ik houd ook de coalitiepartners daaraan. Mag ik u een geheimje verklappen? Bij de Partij van de Arbeid vinden ze dit geen afspraak, maar een rekenmodel? Nou, dat ben ik nog niet met ze eens, maar we spreken elkaar nader. Die partijen en de VVD die spreken elkaar nader als de begroting voor 97 aan bod is. Dat is nu nog niet het geval. De inkt van de miljoenennota is dus nog niet droog, of er ontstaat al oneenigheid tussen VVD en Partij van de Arbeid. En weer gaat het over het oude vertrouwde strijdpunt tussen beiden, de toekomst van de uitkeringen. Ging het in de kabinetsformatie een jaar geleden nog over het verdelen van de armoede? Nu gaat de ruzie over het met elkaar delen van de rijkdom. En het blijven meteen al drukke dagen in Den Haag, want morgen al debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de troonrede en de miljoenennota. De Paarse partijen zullen naar verwachting geen al te grote problemen maken. En voor de oppositie, CDA-leider Heerma voorop, moet blijken wat er in stelling kan worden gebracht tegen een kabinet dat zoveel wind mee heeft.